Dat klinkt goed, hè? Maar hoe is dit liedje eigenlijk gemaakt? Laten we teruggaan naar het begin. Het is allemaal begonnen met de liedjeswedstrijd. We hebben heel veel leuke inzendingen gekregen voor onze liedjeswedstrijd. De jury heeft de 3 meest originele inzendingen uitgekozen. Samen met Sanne Hans gaan we langs 3 scholen om aan de liedjes te werken. En het beste liedje zou op de nieuwe cd komen van Kinderen voor Kinderen. Reis de wereld rond, ik slurp en eet echt alles op. Wat ben ik toch een bof. Sanne Hans ging langs 3 klassen om verder te werken aan de liedjes. Als ik het antwoord weet, dan voel ik plots weer overal het klamme zweet. Zou iemand het aan mijn rode hoofd kunnen zien? Was stiekem eens verslapend en een spannend bovendien. Ik moet er wel voor zorgen dat niemand mij zal zien. Mensen thuis konden stemmen op hun favoriet. En daar kwam een winnaar. Gefeliciteerd! Jullie liedje komt op de nieuwe serie van Kinderen voor Kinderen. Ja, echt supermooi gedaan. We hebben er zin in, want we zien jullie in Ahoy! Het liedje Stiekem Snoepen van Basisschool Het Startblok in Harderwijk was de winnaar. Sanne en Tjeerd hebben het liedje in de studio afgemaakt. Nou, we zijn hier in de studio. En Sanne die kwam langs, want die had een fantastisch opzet gemaakt van een liedje Stiekem Snoepen op een school gemaakt. Ja. Welke stad was het ook in? Harderwijk. Harderwijk. Ja. En nou ja, dat nummer moest natuurlijk eventjes, zijn we vandaag mee aan de slag gegaan. En we hebben echt een super te gekke sessie. Chips en monootjes en heel veel oreootjes. Waarom? Want stiekem snoepen is de bom. Nou, mij kun je wakker maken 's nachts voor zure matten. Zure matten. Ja, ik ben zo verslaafd aan zure snoepjes, dus... Ja, en dat is gewoon echt heerlijk. Maar ik ben niet zo'n fan van chocola of zo. Oh ja. Nou, ik vind eigenlijk chocola wel heel lekker met nootjes erin. Ik was bij de tandarts en die had zelfs niks door. De tandarts zei laatst tegen mij, mooie tanden hoor. Zolang ik goed blijf poetsen. Zolang ik goed blijf poetsen, heeft niemand mij dus door. Dus geef mij maar. Snap je? We hebben het gevoel dat we eigenlijk het liedje helemaal af hebben. Ja, gewoon klaar en het zit helemaal in je hoofd. Want stiekem snoepen is de bom, de bom, de bom. Dus waarom niet precies daarom, daarom, daarom? Ik was bij de tandarts, hij zei mooie tanden hoor. Zolang ik goed blijf poetsen, heeft niemand mij dus door. Chocolade koekjes, zoute zoete topjes. Ik snoep er wat op los, doe het stiekem, stiekem. De vette zure snoepjes, ouderwetse hopjes. Ik snoep mezelf kapot, ik doe het stiekem, stiekem. Kinderen voor Kinderen ging het liedje inzingen in de studio. Best lekker pech voor haar, dus geef mij maar. Vandaag gaan we het liedje Stiekem Snoepen inzingen. Dat is het liedje dat de liedjeswedstrijd heeft gewonnen. Chocolade koekjes, vette zure snoepjes. Ik snoep er wat op los, ik doe het stiekem, stiekem. Het is zo leuk nummer geworden, het is echt heel... Ja, ik denk iedere kind houdt van snoepen. Ja. En maar als je deze hoort, wat er allemaal in het liedje zit, is echt heel grappig. En eindelijk is het zover. Het liedje Stiekem Snoepen staat op de nieuwe cd van Kinderen voor Kinderen. Ik ga de klas die het onderwerp van het liedje heeft bedacht verrassen met de nieuwe cd. Hoi, ik ben vandaag in Harderwijk bij basisschool Het Startblok. En wij gaan namelijk de klas verrassen die mee heeft gedaan aan de liedjeswedstrijd. Ja, zij hebben het onderwerp van het liedje Stiekem Snoepen bedacht. Wat ze nog niet weten is dat zij vandaag de gloednieuwe cd van Kinderen voor Kinderen krijgen. Reis mee! Wie wil er een cd? Yeah! Yeah! Jou één. Zo.